In deze video hebben wij het over de Halloween Friday Nights in Walibi Holland. Een hele goede avond lieve mensen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Ja, allereerst een huishoudelijke mededeling. Ja, we zijn terug. We zijn terug. We're back! Want waar zijn we geweest? In Japan. We hebben een hele wereldreis achter de rug. We zijn in Japan geweest. En we zijn nu weer helemaal terug in de set. En van tevoren moeten wij denk ik één vraag even beantwoorden. Want tijdens onze vakantie is één vraag 10.000 keer gesteld. Ja, er komt een nieuwe Otto-vlog, jongens. Er wordt aan gewerkt. Ja, we gaan weer keihard knallen. We gaan reageren op de Otto-vlog binnenkort op Theme Park Late Night. Ja. Nou, dat terzijde. Want in deze video gaan wij het hebben over de Halloween Friday Nights in Walibi Holland. Ja, want daar zijn we ook al geweest. Ja, en we zeiden dus net al, we komen net terug uit Japan. Ja, we zijn dus in het mooiste pretpark ter wereld geweest. Tokyo Disney Sea. Gaan we het ook nog een keer over hebben, maar niet nu. Natuurlijk, maar dan kom je terug en dan ga je naar Walibi. Ja, een groot contrast is er niet. Nee, het was wel weer even wennen, zeg maar. Überhaupt het Nederlandse pretparklandschap en dan ook nog Walibi. En het volk. Het was een gevaarlijke keuze voor ons ook. Ja, het was dangerous. Maar ja, het was Halloween. We moesten wel. We waren dapper. Dus we hebben het gewoon gedaan. En we hadden natuurlijk van tevoren ook spookhuizen gereserveerd. Ja. En we begonnen de dag eigenlijk met Jefferson Manor. En daar gebeurde gelijk iets dat je denkt, jongens, hoezo kan dit? Hoezo overkomt dit jullie nou altijd? Ik heb echt het idee, altijd als we naar Walibi gaan, gebeurt iets raars. En dan denk ik, oh, dan moeten we dit in de video stoppen. Dan gaan we weer. Ja, soms balen wij er een beetje van dat we onszelf hebben opgelegd dat we altijd eerlijk willen zijn. Want als er dan iets gebeurt, denken we, oh god, nou moeten we dit ook weer gaan noemen. Gaan we weer. Maar dit was echt... Ja, je verzint het niet. Wij gingen in Jefferson Manor. Wij waren natuurlijk maar met z'n tweeën, dus dan word je bij een ander groepje gegroept. En wij zaten natuurlijk weer bij een fantastisch tokkiegroepje in dat huis. En we liepen achteraan, want we waren met z'n tweeën, dus dan zeggen ze, oh ja, ga maar daarbij. En we lopen dat spookhuis binnen. We zijn oprecht. We komen zeg maar net zo daar binnen in die kamer. En ik zie gewoon dat een van die gasten pakt zijn telefoon, gaat proberen te filmen. Waarop er ineens een beveiligingsman zo die kamer in zegt en die spreekt hem aan. Dat je gelijk al denkt, oh, ik ben nu niet meer in het ding, want ik ben gewoon hier met een beveiliger en er gebeuren allemaal dingen. Het was gelijk niet meer spooky. Nee, het was gewoon echt, wij kwamen net zeg maar als laatste zo die eerste scène binnen. Bam, beveiliging voor je neus. Ja. En terecht hè, je mag daar niet filmen. Nee. En ik weet nog dat ik op dat moment dacht, wat ben ik blij dat dit dan nu in de eerste scène is, want dan hebben we het nu gehad. Ja, maar wel, het was wel echt oprecht, de opbouw was er al uit. Vervolgens lopen wij verder, maar die beveiliger ging niet weg. Die beveiliger, nou ik snap het wel, die vertrouwde gewoon dat groepje niet. Bleek achteraf ook helemaal terecht. Ja. Maar wat er dus gebeurde is, wij hadden dus die mensen voor ons en toen ging die beveiliger gewoon achter ons aan. Wij werden gewoon opgejaagd door die beveiliger. En die liep ook echt vlak achter ons, hè. Ja, dus je had gewoon eerst die groep die liep, dan had je ons en daarachter een beveiliger. En zo liepen wij dus door het huis. Hoeveel scares denk je dan dat je krijgt? Ja, want die scare actors gaan natuurlijk niet die beveiliger laten schrikken. Nee. En die stond achter ons, hè. Die stond dus niet eens bij die gasten waar het om ging. Dus wij hadden gewoon nul scares. Ik heb niks gezien. Maar gewoon überhaupt dat je door een spookhuis loopt, een plek waar je bang moet zijn, met een beveiliger. Om die mensen voor ons, ja. Dan denk ik, ga er dan langs, ga lekker bij die mensen lopen. Of laat ons voorgaan en laat die, weet ik het wel. Ja. Maar wij liepen daar echt zo vet verloren met die beveiliger. Op een gegeven moment gaan die jongens weer filmen. Toen kwamen er nog twee beveiligers bij. Toen ontstond er midden in dat huis een discussie met, je moet het verwijderen. Je moet ook uit je verwijderde dingen verwijderen. En wij stonden daar van, wat is dit? En op een gegeven moment zegt die beveiliger tegen ons, ja, loop maar door. Terwijl die gang dus echt maar 1 meter breed was, hè? Die beveiliger moest echt zo tegen de muur, soort van. En toen was het een heel klein stukje. Maar ja, die andere groep van die mensen, die was ook soort van half aan het wachten van, waar blijft mijn maat? Ja, en toen waren we eruit. Ja, ik was echt super boos. Ja, en helemaal omdat we gewoon betaald hebben, hè? Je betaalt gewoon €10 de neus, hè? Ja. En wij zijn gewoon door een beveiliger door dat huis zijn gejaagd. Ik snap dat er niet gefilmd mag worden. En ik snap ook dat daarop gehandhaafd moet worden. Maar er moet gewoon dan... Die beveiliger moet dan zeggen, yo, deze twee mensen waren even de dupe van wat gebeurde. Neem ze even mee, ze gaan nog een keer. Nou ja, je merkt het al, de sfeer zat erin. De sfeer zat erin. En dat is die avond ook eigenlijk niet veranderd. Walibi heeft gewoon echt een probleem met, zeg maar, de doelgroep die op dit event afkomt. Ik heb oprecht iemand zien wildplassen tegen de blast aan, hè? Ja, we lopen daar, jij tikt mij aan en je zegt, er staat iemand tegen de blast te pissen. Ik hoor gewoon kletteren. Ik kijk opzij. Er staat er gewoon een man uit te plassen. Ja, wat is dat? We hebben zelfs kinderen van 12 of 13, weet ik veel hoe oud die kinderen waren, echt gewoon een agressieve ruzie zien voeren met volwassen mensen. Maar ze waren echt aan het schelden. Het was niet normaal wat er allemaal uitkwam. Ja, sowieso. Heel Walibi is één grote rookzone. Iedereen rookt daar gewoon. Ik heb wel gezien dat mensen aangesproken werden, maar het helpt allemaal totaal niet. Ja, het is gewoon het publiek of de sfeer of het imago. Ik weet het niet. Maar het is echt een probleem. En ik wil daar toch nog iets over zeggen. En dit is misschien een beetje de plot twist van de eeuw. Dat dit uit mijn mond gaat komen. Ja. Maar ik heb heb een beetje medelijden met Walibi. Ze hebben zo'n leuk event. De scare zones zijn goed, ze hebben goede huizen. En dan wordt het zo verpest door het publiek. Het publiek maakt de sfeer echt gewoon niet leuk. En ik heb er heel lang over na zitten denken van hoe los je dit nou op? Ik weet het niet. Het enige wat ik me kan bedenken is oprecht dat bij iedereen die binnenkomt, dat er een beveiliger gewoon met elk groepje wat binnenkomt meeloopt. Ja, of ze moeten gewoon 1 jaar echt heel hard zijn. Als iemand dan een grote mond heeft, ja, ga maar. Nou, misschien is dat de oplossing. Gewoon 1 jaar lang, als je iemand buiten een rookzone ziet roken, jij gaat het park uit, doei. We zien je volgend jaar wel weer. 2 jaar lang even met de zweep erover. Ja. Je bent aan het filmen in het huis, oké, je gaat er nu hieruit. We hebben heel veel beveiliging gezien. We hebben echt gezien dat mensen werden aangesproken. Maar het is echt een beetje het dweilen met de kraan open, zeg maar. Maar Walibi is wel echt stappen aan het zetten. Want volgens mij worden er wel minder mensen binnengelaten per avond. En dat hebben wij ook echt gemerkt. Vorig jaar toen wij er waren, was het echt stervensdruk. Je kon echt niet in die scare zone. Het was gewoon zo van file. Ja, je moest gewoon tussen de menigte zoeken naar de scare actors, zeg maar. Ja, en nu hadden we wel echt dat we dachten, oh, ik kan wel nu even een beetje rondlopen en goed kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, misschien het grappigste voorbeeld daarvan is Pirates Cove. Vorig jaar liepen we eruit en dachten we, nou, weet je wat, wij lopen door, want ik zie niks hier. Ik zie alleen maar mensen. Ik dacht, ik wil je zo snel mogelijk weer uit. En dit jaar hebben we daar gewoon even gestaan en gewoon even gekeken. En we hebben zeg maar dat hele effect gezien met dat ze dan ineens onder water gaan en dat het helemaal verandert en zo. Ja, en dat er zo'n piraat geprojecteerd wordt dan met lasers en het geluid ook echt alsof je onder water bent. Ik vind het wel leuk. Het is daar gewoon een soort mini-show die blijft doorgaan. Nou, en ik was daar dus echt door verrast, want blijkbaar is dat er altijd al geweest. En ik vond Pirates Cove altijd een beetje een zone dat ik dacht van, ja, nou, ik weet het maar niet. Ze hebben daar wat piraten lopen. Nou, beetje leuk. Random. Maar nu snapte ik ook echt wat daar gebeurde of zo. En dat maakt het dan ook alweer 20.000 keer leuker. Ja. Dus dat is al een stap in de goede richting. Verder zijn we ook bij Festival of Freaks geweest. Ja, we zijn natuurlijk overal geweest, maar we moeten er een paar highlighten, hè? Precies. Festival of Freaks dus. Ja. Daar kunnen we heel kort en krachtig over zijn. Ik vind dat toch wel de leukste zone die er is. Natuurlijk, dat is fantastisch. Het is lekker kleurrijk. Eddie show. Ja, ik heb het dus niet zo met Eddie de Clown. Het is voor mij echt te grof. Mensen vinden het allemaal geweldig. Ik heb dat niet. Maar deze show vond ik best wel leuk. Ik vond het leuk dat iemand helemaal vastgebonden moest. En dat hij moest gaan zingen, ik ga zwemmen in mijn cardilemmen. En dat hij lekker met kriebels over zijn voeten ging. En zijn teennagels werden gelakt. Denk je dat we de dag ooit nog gaan meemaken dat jij echt een diehard Eddie de Clown fan wordt? Nee. Waarom nou niet? Hij schreeuwt zo. Hij lacht zo raar. Ik zie echt voor me, als wij ooit op de foto gaan met Eddie de Clown, dat ik dan heel blij ben van, oh ja, Eddie de Clown. En dat jij er zo bij staat van, ja, oké, leuk. Nee, dan doe ik ook heel blij. Okay. Even heel kort. Jij bent ook nog in de clinic geweest. Dat klopt. Er zit veel in deze video, man. Ja, we moeten even racen. Ja, we moeten echt heel veel behandelen. Dat is altijd zo zonde, want dan moeten we er heel snel doorheen. Maar ik ben inderdaad in de clinic geweest. En ik moet zeggen, ik was van tevoren zo zenuwachtig. Misschien nog wel zenuwachtiger dan bij Slaughterhouse vorig jaar. Maar ik had natuurlijk al heel veel verhalen erover gehoord. En ik was helemaal dat ik dacht, oh, ik ga echt dood hier. Maar achteraf vond ik het dus best wel meevallen. Ja, je was niet zo onder de indruk. Nee, ik was echt een beetje underwhelmed, zeg maar. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het geld niet echt waard vind. Oeh. Maar ik denk dat er nu een heleboel mensen boze comments gaan achterlaten. Het is natuurlijk ook misschien meer of het thema je meer ligt en of je dat eng vindt. Ja, en wat wel goed is om erbij te zeggen, ik wist eigenlijk bijna exact al wat er ging gebeuren. Ik denk sowieso dat de clinic, alles wat erin gebeurt, is soort van algemeen bekend in de pretparkwereld. Dat is een soort van, dat iedereen weet dat gewoon. Je weet het gewoon. Ja, en omdat je het wist, heb je dan niet die mindfuck van, oh, wat is er gebeurd? Ja, ik kan me wel voorstellen dat toen de clinic net opende, want dat ding is volgens mij echt al 10, 15 jaar open of zo, dat dat toen heel uniek en nieuw was. En oh my god, wat heeft Walibi nu weer bedacht? Je moet alleen. Wow, je moet alleen, ja. En nu dat een beetje zo algemeen bekend is, ja, het was het voor mij gewoon net niet. Maar je vond het wel leuk gedaan, toch? Ook het begin en er zaten vette effecten in. Nou, de themabeleving, die waardeer ik wel heel erg. Maar het was gewoon niet zo eng. Ga ik volgend jaar liever gewoon nog een keer in Below of zo? Ja, dat snap ik wel. En dan moeten we het nog ergens over hebben, want ik denk dat iedereen nu aan het schreeuwen is tegen zijn scherm van, zijn jullie niet in het nieuwe spookhuis geweest? Natuurlijk zijn wij in het nieuwe spookhuis geweest. Maar laten we hier wel iets meer de tijd voor nemen dan. Oh ja, en pas op, wij gaan dus nu wel een klein beetje spoilers geven. Dus als jij niks wil weten over het nieuwe spookhuis en het nieuwe gebied, dan wensen we je nog een fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Nou, wij hebben dus ook zonder spoilers het nieuwe spookhuis gedaan. En ik ben heel blij dat we dat hebben gedaan. Dus stel je gaat er nog in dit jaar, zou ik misschien even nu weggaan. Doei. Oké. Dan kunnen we het nu over Dystopia hebben. En As vs. You. Er is dus een hele nieuwe scare zone bij de Friday Nights. Dat heet Dystopia. En dit is eigenlijk de voorshow van het spookhuis As vs. You. In As vs. You moet je zo'n spelletje spelen met dat je geld kan verdienen met de rijken. En een beetje Hunger Games, Squid Game-achtig. En dan daarbuiten staan allemaal scare actors die dus niet echt scary zijn. Maar die gaan dan doen alsof ze heel rijk zijn en jij heel arm. Ik moet heel eerlijk zeggen, gelijk om met de deur in huis te vallen. Ik vond dat hele Dystopia-gebied is niet mijn ding, man. Het was raar. Er waren heel weinig acteurs. Wij hebben daar denk ik 3 kwartier gestaan. 1 keer is iemand met ons komen praten. Ik vind het sowieso geen fijne zone om te zijn, omdat daar gewoon 24/7 een soort van hardstyle gedraaid wordt. Nou, hardstyle. Ze hebben daar gewoon een soort gekke techno-bunker gebouwd. Het is ongekend, jongen. Er staat niemand daar binnen, want volgens mij knallen je trommelvliezen uit elkaar als je er binnenkomt. Ik kon zelfs de showtjes die ze daar op het podium voerden niet goed verstaan door die techno-muziek in die bunker daar. Ja, die muziek moet echt zachter gezet worden, ja. Maar ik denk dat het probleem een beetje is, je verwacht als je daar aankomt dat het een scarezone is. En dat is het eigenlijk niet. Het is meer een soort themazone. Het kwam niet tot z'n recht. Laten we daarop houden. En we klinken nu misschien een klein beetje negatief, maar het huis is echt fantastisch. Ik vond het ook heel leuk. Het is niet eng. Het is misschien een beetje disturbing of zo. Ja, er is een zekere suspense. Maar het is niet eng. Het is niet eng. Wel mega vet. Het is echt heel cool gedaan. En het begint ook gelijk. Je wordt dan als een groepje zo, dan ga je dus zo die game in. En dan komt er gewoon zo'n muur met van die spijkers. Die komt zo op je af. Ja, wij keken achterom en we zien gewoon ineens een muur op ons afkomen. En we waren echt onder de indruk. We dachten, nu al, wow. Voor de rest in het huis, het is dus niet mega eng. Maar het zijn wel hele mooie scènes. Het is niet zozeer echt een spookhuis, maar het is wel echt een hele gave themabeleving. Op een gegeven moment kom je in een soort van kamer met allemaal zand. En dan in het midden is een ding. Wij dachten, oké, dan gaan we daar maar op staan. En in één keer ging het licht zo heel fel aan. Dan kijk ik zo naar boven. Ik dacht, wow, het is net of ik in een film zit. Ja, het was echt een soort filmische beleving. Ik denk echt dat dit een van de beste thema-experiences is die Walibi Holland. Walibi Holland. Die Walibi Holland ooit gehad heeft. Ja, want het zit ook wel echt tussen een spookhuis en een experience in. Maar nogmaals, echt fantastisch mooi gemaakt. En natuurlijk wel de ophopingen en file en weet ik dat allemaal. Ja, maar het is tweede weekend, hè? Ja, dat weet ik. Maar aan de andere kant vind ik, als je een product hebt, dan moet het er staan. En dat deed het nog niet helemaal. Maar ik ben heel benieuwd hoe deze over een jaar gaat zijn. Of de laatste avond. Ja, als ze alle feedbackpuntjes een beetje verwerkt hebben. Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Ik heb nu al zin om volgend jaar in As vs. You te gaan. Gek, hè? Deze zou ik echt nog een keer doen. Nou, gaan we volgend jaar en in Below en in As vs. You. Ja. Let's go. Laat in de reacties weten of jij nog van plan bent om naar de Fright Nights te gaan. En wat jouw favoriete spookhuis is. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!